In mijn vorige filmpje, de demo van The Bust 4, speelde ik de intro van Prince Purple Rain. Toen vroeg iemand mij, hoe speel je dat nou eigenlijk? Dus dat wil ik graag uitleggen in deze korte video. Laten we beginnen met het eerste akkoord. Het eerste akkoord is een bes ad 9, zo noem ik het. Dus dat is een B-akkoord, wat we verlagen. Een halve toon verlagen, omdat het een bes is. We zetten het pinkje erbij. Dus deze drie vingers als een trapje. Pinkje erbij in het derde vakje. Het tweede akkoord is bijna hetzelfde als dit akkoord. We laten alleen de ringvinger los. En dan hebben we een G7 sus 4. Dan gaan we door naar de F. En voor de F zetten we deze vakje omhoog. En die laten we staan. Dan gaan we door naar de S ad 9. Die speel ik zo. Een wijsvinger op het eerste vakje onderste snaar en deze twee vingers in het derde vakje op snaar 2 en 3. Dat is een S ad 9. En dan sluiten we af met een bes. En een bes is gewoon een B een vakje lager. Hoe klinkt dat nou? Ja, dat klinkt natuurlijk het beste met een Soundwave systeem. Dus ik heb hem hier ingesteld. De chorus heb ik helemaal omhoog gedraaid. Het volume heb ik op 3/4 staan. Dan gaan we eens kijken hoe dat klinkt op deze flight.